Eelco Laarman is voorzitter van het organiserend comité. Eelco, hoe blij waren jullie dat jullie de eerste wedstrijd kregen van de Dutch Masters? Ja, daar waren we heel blij mee. Het is een wedstrijd die we, de wedstrijd voor Dutch Masters of eerder het ONK, hebben we wel vaker georganiseerd. Maar we hadden helaas nog nooit de eer om de eerste te mogen organiseren. En dat, ja, die eer kregen we dit jaar wel, zijn we heel trots op, heel blij mee. Gaf dat extra voorbereidingen? Ja, in die zin geeft het extra voorbereidingen. Je zit heel vroeg in het jaar en je hebt gewoon heel veel last van het weer. En, of last. Nou ja, goed, daar moet je mee dealen en daar moet je voor, maatregelen voor treffen. En dat moet je met name denken aan parkeergronden, zowel de rennerskwartier als de publieksparkeerplaatsen. En de baan natuurlijk, wat toch heel veel werk in gaat zitten om die een beetje goed te krijgen voor zo'n wedstrijd. De banen zien er goed uit. Ja, gelukkig hebben we de laatste 24, 48 uur niet veel regen meer gehad en hebben we door wat extra droog zand op te brengen op bepaalde plekken hebben we hem heel goed bereidbaar kunnen maken en zijn de rijders volgens mij, wat ik gehoord heb, heel tevreden. Ja, nou praten we dus over de Dutch Masters, maar moeten we eigenlijk niet praten over een mini Grand Prix? Ja, zeer zeker. Als je kijkt wat hier naar de Markelo is gekomen aan toprijders, dan denk ik dat je bijna de top 10 van de Grand Prix hier aan de start hebt staan, van het WK. Ja, en dat geeft natuurlijk ook weer problemen voor het publiek. Want er is veel meer publiek gekomen dan jullie hadden verwacht. We hadden natuurlijk wel gehoopt. Maar als ik heel eerlijk ben, is het nog meer dan we hadden verwacht. Maar gelukkig vindt zich daar een weg. Het duurt wat langer voor sommige mensen. Ze moeten een stukje verder lopen, maar het vindt wel een weg. En iedereen is van harte welkom. Je hebt heel veel rijders uit het buitenland. Die zien dit ongetwijfeld als een voorbode van de Grand Prix volgende week in Valkenswaard. Ja, absoluut. Internationale rijders die willen graag zich goed voorbereiden. Ze in het begin van het seizoen wedstrijdritme opdoen. En daarnaast ook is voor een buitenlander zien ze de ondergrond als vergelijkbaar. Het is een Nederlandse baan en daar willen ze graag nog even op trainen. En daarom komen ze graag hier naartoe nu. Heb ik een tevreden voorzitter tegenover me? Tot nu toe, voor zover ik het nu kan bekijken, ben ik absoluut heel tevreden. Ik ben pas echt tevreden als het vandaag allemaal verloopt zonder grote ongelukken en iedereen met een glimlach op zijn gezicht naar huis gaat. Dan zijn we tevreden. Kun je een schatting maken voor wat betreft het aantal publiek? Het is heel moeilijk om een schatting te maken, maar ik denk dat we richting de 10.000 mensen gaan. Dankjewel. Ook bedankt.